Och, hier is hem. Hier is hem. De Peter. Hallo. Zaterdag signeerden Floor, Femke, Obi en Robin van de buurtpolitie op 3 locaties in Vlaanderen. Om 10:00 in de ochtend stonden de eerste fans al aan te schuiven in de standaard boekhandel van Heist op den Berg voor een signeersessie die pas om 12:30 middags zou starten. Voor de kast van de buurtpolitie is het altijd aangenaam om de fans te ontmoeten. Ja, dat doet enorm deugd, want allee, we zijn toch al een paar jaar bezig en zou denken dat zwakt wat af, maar eigenlijk in tegendeel. En ja, ook, we hebben wel wat connectie mee op Instagram, maar het is wel eens fijn om die in ticht te zien. Dat is wel leuk, ja. Welke cadeautjes hebben jullie deze ochtend gekregen? Wij twee hebben een beker gekregen. Hè? Een beker met You're Amazing of Good Dream Vibes. Ja. Dus, en de mannen hebben een sleutel langer gekregen. Dus wij zijn heel blij met ons cadeau. Ja. Ook Obi en Robin waren in Heist op den Berg van de partij. En zij keken enorm uit naar de signeersessie. We kijken er enorm naar uit. We komen net van Brasschaat. Dat was er een enorme opkomst. Dus keidruk stond er buiten aan te schuiven. En ze komen hier eigenlijk al aan en stonden ook alweer tot buiten. Maar we zijn eigenlijk wel heel blij dat we dit voor onze fans kunnen doen. Want uiteindelijk, dat beetje dat we kunnen doen op die manier, vind ik al doorwegend. Zeker een vaste fans zien ons dagelijks op televisie, maar in het echt zien is het toch nog anders. En dan zo een aantekening krijgen en een fotootje, dat doet toch veel voor de mensen. Hè. De tweede strip van de buurtpolitie is sinds deze week te koop en bevat ook nu weer een leuk verhaal. Ja, dus het strip heet Mr. Moustache en het gaat eigenlijk over dieren, exotische dieren, die van alles uitsteken en wij moeten dat weer gaan oplossen als het beste korps van het land. Ja. Het is zoals eigenlijk altijd de buurtpolitie loopt. Ja. Hè? Dus je moet hem zeker lezen. Ja. De agenten van de buurtpolitie hebben heel wat dedication. Maar heel wat kijkers waren vrijdagavond toch wel teleurgesteld in Robin en Obi. In ons? Waarom? Ja, waarom? Wat hebben wij gedaan? Jullie hebben het niet gedaan. Wat hebben we niet gedaan? Tineke gered. Wij waren er niet. Wij waren op een andere opdracht en dat was helaas spijtig genoeg, want wij hebben van de commissaris achteraf een oproep gekregen, een flash, ja, en we waren uiteindelijk allemaal te laat. Maar ja, als we er niet zijn, kunnen we niks doen. En daar hebben we allemaal spijt van. Maar ik zeg het, we staan er wel volledig achter in een revalidatie. Dat is uiteindelijk nog wel belangrijk. Hè? Gaan jullie haar bezoeken? We gaan haar zeker bezoeken en ik denk na deze signeersessie dat we ze zeker al een telefoonnetje gaan doen. Hè? Maar nee, jong. We gaan facetimen, dan zien we ze en dan kunnen we een beetje kijken. Ah, ja, de chef is toch een beetje zo met het telefoon, zo facetimen. Dat is toch beter? Veel beter. En dan uiteraard, als past in de planning, komen we met het korps een beetje verlof pakken met z'n allen nog eens. Hè. Ja, bosken bloemen geven, pralinekjes. Of druiven. Druiven. Geen chocolade. Druiven. Mr. Moustache, de tweede strip van de buurtpolitie, is nu te koop.